Een delegatie van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid vertoeft momenteel in Suriname voor het voeren van gesprekken over de justitiële en politiële samenwerking. Deze delegatie heeft op donderdag 26 mei haar opwachting gemaakt bij president Chandrika Prasad Santokhi. Het is een beleefdheidsbezoek aan de president, omdat de president heeft eigenlijk het voortouw genomen, al dat weet u, in die samenwerking tussen Suriname en Nederland. En de insteek is geweest met justitie en veiligheid. Hebben deze mensen ook met de president kennis gemaakt. En is dit een vervolg op die kennismaking, maar ook veel meer op die samenwerking tussen Nederland en Suriname. En specifiek op het gebied van justitie en veiligheid. De delegatie bestaat uit de directeur-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland. En de hoofdcommissaris van politie Amsterdam. De tweede persoon van de nationale politie. Deze delegatie is op uitnodiging van minister Amoksi. En u moet het zien in het verlengde van de politie-samenwerking en veel verdere verdieping op het gebied van veiligheid. Er is hieraan vooraf gegaan een kennismakingsbijeenkomst in Den Haag. Eigenlijk is het begonnen in de tijd van het bezoek van de president toen in vorig jaar. En minister Amoksi heeft in maart een vervolgbezoek gebracht. Daarin zijn een aantal aandachtspunten uitgediept. Er is onder andere gesproken over versterking van de capaciteit op het gebied van veiligheidsvraagstuk. Dat is heel breed. En er is gesproken over de politie-samenwerking. En met name is verder ingezoomd op de politieopleidingen. En de hele reorganisatie van de politieacademie. Nou, deze delegatie is nu hier om het vervolg met elkaar af te spreken. En dat betekent dat de aandachtspunten die dus toentertijd in Den Haag met elkaar bediscussieerd zijn, dat ze nu een volgende stap kennen in de zin van contouren van uitvoering. De delegatie is maar heel kort, maar lang genoeg om een aantal dingen te zien ook. Hè, want er is niet gekozen voor alleen maar virtueel is er contact geweest. Ook zijn er brieven gegaan met elkaar, maar dat men nu ook wel een aantal dingen echt zichtbaar van daarbij heeft meegemaakt. We hebben onder andere in het programma opgenomen een hele gang langs vanaf Paramaribo over bij de Bosbrug richting het oosten. En een korte oversteek naar Frans-Guyana om alles wat te maken heeft met veiligheid, politieondersteuning, kwalitatieve zaken rond het kunnen optreden, want ja, politiebureaus, de veiligheid van politiemensen, veiligheid van de burger, alles op dat gebied hebben we via een traject willen laten zien. Dus dat de mensen ook dat echt wel van nabij hebben meegemaakt. En op die reis hebben wij ook een bezoek gebracht aan de plaatselijke DC's, die ook zeer erkentelijk waren dat ze mochten delen in het meedenken over veiligheid binnen hun gebied. De minister heeft ook gesproken met enkele burgers op Mongo. Maar neemt niet weg dat we dus tijdens dit bezoek echt in die korte tijd een verdiepingsslag hebben mogen maken op het gebied van die samenwerking. Op welke manieren zal er ondersteuning gegeven worden door deze delegatie? De ondersteuning is van velerlei aard. Onder andere, ik zei al, politieopleiding. En dat is al een aanvang meegemaakt. Via een samenwerking op het gebied van het Makandra-project is het korps politie al in gesprek met politie Nederland. Er komen al mensen die samen met de politiemensen hier de opleiding gaan verzorgen. Dus er zijn ook al concrete stappen. En zo heeft de delegatie ook een bezoek gebracht in het oosten. U noemde dat ze ook de DC hebben bezocht. Wat zijn hun bevindingen? Ja, dat zou je de mensen zelf moeten vragen. Maar ik denk dat wat ik kan aangeven is dat men erg onder de indruk is van de manier waarop wij, ongeacht wat er is aan onze achterstand, hè, maar dat men geraakt is door de motivatie van onze mensen. Want dat mag gezegd worden. Hè? Dus dat wel, maar dat er nog heel veel moet gebeuren. Wat is het volgende traject, mevrouw Acton?
het volgende traject is. En dat heeft te maken met een debriefing die je houdt met de mensen. En dat is dat je kijkt van hoe gaan we verder samen. En daarin houden wij ons ook aan afspraken die gemaakt worden. En op korte termijn zullen wij hier ook praten met... Wat ook heel belangrijk is te noemen, is dat er een verbinding wordt gemaakt. En daar zal ik ook wel een rol in vervullen met de activiteiten die er op het gebied van veiligheid in het Caribisch gebied, in onze Caribische regio plaatsvindt. Om te kijken hoe Suriname daarin mee kan gaan. En dus de verbinding te maken tussen dus het Caribisch gebied en Suriname. Ook dat onze mensen hier gebruik kunnen maken van mogelijkheden en middelen. Die we blijkbaar, of niet blijkbaar, die we om kunnen zetten. En echt naar onze Surinaamse maatstaven. Want daar ben ik voorstander van. Ja. En hoe lang blijft de delegatie en welke andere bezoeken zijn in de planning? Op dit moment blijft de delegatie, vandaag vertrekken ze. Dus het is echt heel kort. Ik zei al, in die korte tijd is er toch wel veel gebeurd. Ze gaan vandaag vertrekken. Aansluitend gaan we ons voorbereiden op de Caribische regio. Om te kijken hoe wij dus alvast die stappen kunnen zetten. Met de politie, met name op politiegebied. De verschillende politiechefs in de regio.